Nu, een jaar geleden, rondom deze tijd, werd het resultaat getoond van de restauratie van een van de hoogtepunten van de Vlaamse schilderkunst. Het Lam Gods van Jan van Eyck. Ik weet niet of je het ooit gezien hebt, toen ik voor de eerste keer in Gent was, wist ik voor mezelf zeker, dat is datgene wat ik sowieso wil zien in de Sint-Baafskathedraal in Gent. Lam van God van Jan van Eyck. En het is niet een schilderij, het is eigenlijk 12 panelen, waarvan het middenstuk eigenlijk het belangrijkste is, uit 1432. Het is een prachtige schoonheid, met gevoel voor detail, van het schilderstuk. En wat bijzonder was bij de restauratie, is dat men een aantal dingen achterkwam hoe Jan van Eyck eigenlijk geschilderd had. En hoe dat jarenlang, eeuwenlang verborgen was gebleven. En een van die dingen, eigenlijk het belangrijkste, was het Lam Gods zelf. En even voor het beeld, het Lam van God, kun je niet hier zo heel zien, staat op een altaar, een lam van een schaap, een stralenkrans achter zijn kop, en uit zijn borst komt bloed en komt in een kelk terecht. En hij kijkt ons aan. Maar wat bijzonder was bij de restauratie, of na de restauratie, is dat het lam ons aankijkt. Normaal een schaap heeft de ogen aan de zijkant. Hij moet zijn kop een beetje draaien als je wil kijken. Maar nu stonden de ogen voor op de kop. En ook de neus was veranderd. Was wat smaller gemaakt. Het zag er meer uit als een mens. Het lam van God met een menselijk gezicht. Het lam van God met het gezicht van Jezus zelf. Zie het lam Gods. Dat zou een uitnodiging zijn om samen te kijken naar het Lam van God. En ik kan zeker aanraden om dat toch eens te doen. Maar zie het Lam Gods, dat verwijst naar het evangelie van deze zondag. En ik zal u dat voorlezen. In die tijd stond Johannes daar met twee van zijn leerlingen. Hij richtte het oog op Jezus die voorbij ging en sprak, zie het Lam Gods. De twee leerlingen hoorden hem dat zeggen en gingen Jezus achterna. Jezus keerde zich om en toen hij zag dat ze hem volgden, vroeg hij hun, wat verlangt gij? Ze zeiden tot hem, Rabbi, vertaald betekent dit meester, waar houdt gij u op? Hij zei hun, ga mee om het te zien. Daarop gingen ze mee en zagen waar hij zich ophield. Die dag bleven ze bij hem. Het was ongeveer het 10e uur. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van die twee die het gezegde van Johannes hadden gehoord en Jezus achterna waren gegaan. De eerste die hij ontmoette was zijn broer Simon, tot wie hij zei, we hebben de Messias, wat vertaald betekent de gezalfde, gevonden, en hij bracht hem bij Jezus. Jezus zag hem aan en zei, gij zijt Simon, zoon van Johannes, ge zult Kefas genoemd worden, dat betekent rots. Zie het Lam Gods. Als de dag tevoren Jezus voor de eerste keer Johannes tegemoet treedt, dan zegt diezelfde Johannes de Doper, zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. En blijkbaar staan er ook een paar leerlingen van Johannes de Doper bij, die het horen. En dus de volgende dag zegt hij dan, zie het Lam Gods, en dan moet je het andere er een beetje bij denken. En ze gaan hem achterna. En ik wil het verhaal rondom het evangelie wil ik verbinden met drie V's. Verlangen, verblijven en vinden. De leerlingen van Johannes de Doper gaan Jezus achterna, of ze gaan hem zoeken. Want ze hebben te horen gekregen dat Johannes de Doper van zichzelf zegt, ik ben de Messias niet. Dus hoe hoog ze hem ook achten, hoe enorme rol hij ook speelt in het leven van heel veel mensen en bewondering, ze weten, hij zal de bevrijding en de redding niet brengen. Dus wat verlangen zij? Ze verlangen iets te zien in Jezus, een vervulling van hun verlangen. En verlangen is niet zomaar willen. Willen, maar verlangen is iets waar je heel lang naar uitziet. Een onbestemd verlangen of een soort groot gemis, een onbestemd gemis in jezelf wat je leven vervult, waarvan je misschien nog niet eens een goed beeld hebt
waar je misschien beelden voor nodig hebt of situaties voor nodig hebt om duidelijk te krijgen, wat verlang ik eigenlijk? Wat staat er voor mij? Wat verlangt gij? En de leerlingen geven daarop een wedervraag. Waar houdt u op? Waar verblijf je? En verblijven van Jezus is, of verblijven in het algemeen is, waar ga je, we willen bij u zijn, we willen eigenlijk delen in hetgene wat u normaal ook doet. Dat je om iemand heen beweegt, in het gewone dingen deelt. Maar het verblijven is ook leerling zijn. En leerling zijn, daar begint het mee. Of je nou 10 bent, of 20 en nu examens doet, of 40, 60 of 80. Een van de dingen die we heel snel vergeten, is dat we heel ons leven lang leerling zijn. En dat er alle mogelijke situaties kunnen zijn waar we ons bevinden, waar je van kunt leren. En dat Jezus vooral die eerste leraar is. Zo zien die leerlingen van Johannes dat ook. Want ze gaan naar hem toe en zeggen, Rabbi, wat vertaal betekent meester, waar verblijft ge? En of er nou een officiële rabbi is of niet, dat maakt niet zoveel uit. Door hem rabbi te noemen, erkennen ze dat er van Jezus wat te leren valt. Dat zijn woorden hun in hun hart kunnen komen, dat ze kunnen begrijpen. En bij leren hoort ook vragen stellen. Vragen stellen om te begrijpen. En misschien stellen we wel te weinig vragen. Of heel vaak gebeurt het ook in een college. Vroeger dan ging je geen vragen stellen. Dan dacht je van nou dat komt later, wordt wel duidelijk of zo. Of daar heb ik nu geen zin in. Of sommige mensen stellen vragen. En ook de leerlingen van Jezus. Die stellen vragen om te laten zien hoe slim ze wel niet zijn. En dan haalt Jezus dat venijnig onderuit. Nee, ze hebben nog lang niet begrepen. Leren en leerling zijn. En terwijl ze bij Jezus verblijven, komt ze tot inzicht, want ze verblijven bij hem. Zoals de Samuel, bijvoorbeeld de kleine Samuel in het boeken van het Oude Testament, die verblijft in de tempel en hij kent God helemaal niet, heeft nog nooit van God gehoord, maar hij verblijft wel in de tempel en hoort een onbekende stem tegen hem zeggen, zijn naam noemen. En hij weet niet wat hem overkomt. En dan zegt een oude profeet tegen hem, de volgende keer als je die stem hoort, zeg dan, spreek Heer, uw dienaar luistert. Hij maakt zich tot leerling, in de aanwezigheid van de Heer, van een Heer die hij nog niet kent. Spreek Heer, uw dienaar luistert. En dat in aanwezigheid zijn van de Heer, dat maakt dat de leerlingen in één keer iets anders ontdekken aan die rabbi. Dat het niet geen rabbi is, maar een Messias. Van een rabbi wordt het lam Gods de Messias, de gezalfde, zoon van God. En daarmee hebben ze iets gevonden. Ze hebben de Messias gevonden, zo zeggen ze. En vanuit het vinden, vinden ze ook dat dit degene is die bevrijding kan brengen. En blijft het daarbij, bij het vinden. In het vers wat hierna volgt, wat deze zondag niet wordt voorgelezen, maar dan zien we een ontmoeting van Jezus de volgende dag. Het is opgedouwd uit verschillende dagen. Dan zien we een ontmoeting van Jezus met Filippus. En tegen Filippus zegt hij, kom, volg mij. Vierde V, vierde woord met V. Vanuit de ontmoeting, vanuit het weten met het verblijven met Jezus, vanuit het leerling zijn, ontdek je waar je hem kunt volgen. En dat je hem moet volgen. Dat deze man, deze leraar, een betrouwbare gids is op jouw levenspad. En dat is ook iets wat ons te doen staat. Dat we vanuit het verlangen, het verblijven, het vinden, hem navolgen. En dan kijken we naar het Lam Gods. Dat ons diep in de ogen kijkt. Dat Lam Gods van Jan van Eyck. Dat ons diep in de ogen kijkt. En ons met woorden probeert te raken. Woorden diep in het hart. Kom, volg mij. Thank you.